Mijn water! Wij kennen elkaar, zeg maar nu. Dus ja, dat is nu. Nee! Oh my god, dat wist ik niet! Ik denk. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Kelly. En wij gaan een McDonald's mukbang opnemen. Ik heb ook wat vragen gesteld op Instagram. Dus ja, als je me nog niet volgt, vergeet me niet te volgen. Kelly, natuurlijk te volgen. En ja, we gaan nu even wat McDonald's bestellen. Maar ik weet nog niet wat ik wil. Ik ook niet. Maar ik heb wel iets in mijn hoofd. Ik wil sowieso kipnuggets. Ja, ik ook. Kipnuggets zijn altijd echt gewoon de shit van McDonald's. Wat neem jij altijd? Ja, echt verschillend. Ik kan dus nooit kiezen, dus daarom ga ik altijd allemaal dingen stellen. Dan ga ik van alles wat eten. Goeiedag, hartelijk bedankt alsjeblieft. Een visburger menu. Een ogenblik alsjeblieft. Oh, sorry. Het zijn ook echt rustig. Maar hij zei toch, zei hij dat? Weet ik niet. Ik dus ook niet. Oké, ik weet echt niet wat ik wil. Of doe je nooit geen? Voor het wachtwoord van Tom, tot de tafel. Ik wil een visburger menu. Visburger menu, klopt de bestelling? Ja, dankjewel. Okay. Ja, toppie. Yes. Toppie. Ik ben echt een mogel. Wow. Echt binnen. In het begin dacht ik ook van dit was shit. Ik heb echt zo'n hele stok. Een hele stok gewoon. Geen saldo. Ja. Oh, zo cute. Dat stinkt hier echt. Ja. Hi. Ja. Wat die jongen was mij haat hem best wel zeg. Wat zei je? Vloggen. Ja. Wat is dit? Wat een werkvloggen. Die jongen al blijft tussen zijn werkvloggen. Ja. Ik ga heel stikken. Oh nee, jongens. Waar gaan we staan? Mag ik niet staan? Oké, hier mogen we niet staan. Heb je geen drinken? Mijn water! Oh, ja. Wacht, misschien hierin. Je hebt het niet gekregen. Oh nee. Je hebt het niet gekregen. Eén friet. Eén friet? Ja. Hij haat zes ons. Zes chicken nuggets. Hij denkt... Oh nee, twee keer zes chicken nuggets. Visburger. Ging ons expres naaien, denk ik. Ik denk het echt. Nee! Jawel, kijk hoe boos ik ben. Ja. Hij zegt echt, oké, smakelijk, doei! Via de McDrive, maar dan moet je gewoon lopen. Echt? Ja. Ja, ik ben wel ghetto genoeg, denk ik. Zal ik gewoon gaan? Ja, leuk. Ze gaat lopen door de McDrive. Yay! Echt van... Hij kijkt gewoon zo. En hij zei van, ja, we missen dit en zo. Zei hij van, oh, oké, hier, krijg ik meteen. Oké, jongens, we hebben het voor elkaar gekregen, we hebben alles. Wat een gedoe, maar dan heb je ook wat. Oké, jij had ook zes keer mijn toch? Ja, oké. Hoeveel heb ik nou eigenlijk twee frietsaus gedaan? Dat weet ik dus af. Drie volgens mij zit erin. Heb ik er twee dan? Of heb jij er twee? Ik neem altijd één, dus ik denk dat jij er twee hebt. Ik weet niet, ik neem nooit zoveel saus. Ik hou van saus. Lekker dik. Ik weet niet, ik vind het too much altijd. Ja, ik haal echt zoveel mogelijk saus van, het liefst. Oké, jij hebt hier... Echt lekker naar de Mac. Ik denk altijd zo'n sterke geur, de Mac. Ja, maar echt. Oké. Ik heb echt kapot veel, want ik heb echt gehoogd. Vorige keer kreeg Isabel allemaal haat dat ze ging eten als een varken. Geen mensen zeggen, nee. Ja, ik is wel gewoon honger. Nee. Dus Isabel zegt, ja, ik wil echt niet meer dat kan je echt niet doen. Dat is echt zo, dat is echt gewoon mean. Ja, en toen de volgende video, toen zeiden we van, ja, nou, we gaan wel heel niks eten, want eten is als een varken. Toen zei iedereen, nee Isabel, je eet echt niet als een varken. En toen, dat vind ik weer echt gemeen. Ja. Dat vind ik echt, soms kunnen mensen echt gemeen zijn, jongen. Mhm. Maar je friet is al koud. Hè? Maar ja, maar niet juist. Maar nou. Nou nee, de meisje heet. Thank bitches. Zo. Wat is je ergste dronken herinnering?
Oh, oh mijn god, wat zou je dat horen? Ja, fuck dat. Anders vliegen wij hier de pan uit. Ergste dronken herinnering. Oké, jij gaat ook wel eens uit, toch? Ja, heel veel. Ja. Ik, oh, het is echt niet, normaal. Het is eigenlijk niet eens gezond meer. Nee, ik mis het zo erg. Ik ook. Maar, nee. Ik ben echt heel kus. Wat dan? Nou, ik word gewoon altijd veel te dronken. Ik kan er gewoon niks aan doen, maar... en dan word ik boos en dan heb ik altijd ruzie met mijn vriendinnen en zo. Echt? Word je, je bent zo'n agressieve... Ja, ik ook zo. Ja, echt. Maar soms, ik ben sowieso nooit meer mijn eigen vrienden. Ik maak 100.000 nieuwe vrienden altijd. Mm-hmm. De hele avond ben ik weg. En dan willen ze gaan en dan wil ik niet gaan. Dan staan, kom, we gaan. Ik zeg, nee, ja, we gaan zo. En dan... Mm-hmm. Nou, één keer hebben ze me dus ook gewoon achtergelaten. Echt? Maar je kwam er nog wel naar huis, je was niet sowieso dronken. Dat je nee, kon... nou ja, toen ben ik thuisgebracht door een vriend uiteindelijk, want die was gewoon met de auto. Als chill, altijd als één keer in de auto gaat. Maar ergste, dronken. Nou, echt. Nou, ik weet niet echt één ding of zo. Ik denk wel dat het mijne van. Ik was zo dronken dat ik. Op een gegeven moment stond ik dus met mijn string in de toilet. Ken je Club Air? Dus die jongens en die meiden zagen gewoon samen. Ja. Ik zat een beetje met mijn string. Nooit! En toen werd ik weggestuurd. Maar ik mocht terugkomen. Want als meisjes zijn, dan mag je niet alleen op straat worden. Mm-hmm. Vooral als je dronken bent niet. Maar ik was zo dronken, ik dacht dat ik weg moest. Dus ik ging gewoon weg. En ik ging gewoon ergens zitten op een bankje tot mijn vrienden klaar waren met feesten. En ik had zoveel overgegeven. Echt? Dat is wel echt een hele slechte ervaring. Ja. Nou, ik moet heel veel kotsen altijd. Maar ik heb zo'n zwakke maag. Ik kots altijd. Als ik het alleen nog hoor of ruik of zie, dan moet ik gewoon al kotsen. Ja, ik ook. Echt. Maar ik... En al helemaal dan als ik in mijn bed lig, dan draait alles en dan... Dat heb ik ook. Maar als ik uiteindelijk alles eruit is, dan kan ik wel echt lekker slapen. En dan heb ik ook echt minder kater. Dan ben ik echt meer gekosten. Dus die kater echt. Oh. Wat denk je? Ruzie hadden of zo. Iemand zegt, hoe kennen jullie elkaar? Nou ja, wij kennen elkaar, zeg maar nu. Dus nu. Ik was echt benieuwd wat je zou gaan zeggen. Ja. We kennen elkaar eigenlijk van YouTube dan. Want maar ik kende jou wel al hoor. Echt? Ja. Gewoon van YouTube? Ja, van Rachel. Oh ja. Dat je ook maar met haar video's opnam, dus ik kende jou wel van vroeger. Ja. En toen... Kijk, heb ik ook wel eens zo sushi mukbangs en zo gekeken. Ja. Oh, en toen reageerde Kelly onder mijn video. Toen dacht ik, oh my god, hoe leuk. Gewoon. Mm-hmm. Ja. Toen dacht ik, we gaan ook samen een video opnemen. Ja, want ik had er zeg maar een keertje, ik was aan het meedoen met de Ramadan. En toen zag ik jouw mukbang voorbij komen. Ja. Toen dacht ik meteen van, oké, ik ga het even kijken. Want ik zag gewoon echt de thumbnail en ik dacht van, oh, dat is echt heel kleurrijk. Dat vind ik altijd heel chill om naar te kijken dan. Dus ik klikte op die thumbnail en toen zag ik je heel vaak op een gegeven moment in aanbevolen. Oh, echt? Ja, ik zag je heel vaak in aanbevolen. En toen ben ik je vaker gaan kijken en toen had ik ook gereageerd op je video. Mm-hmm. En toen ben ik ook gaan volgen op Insta. Ja. Dus we hebben eigenlijk een beetje in contact gekomen. Ja. Nee, dit is niet normaal. Dit is een servet. Doe de raam open, snel. Waar is het? Is hij dood? Ik ben echt heel bang voor beesten. Ik ben echt heel bang. Die heeft dus allemaal zilvervisjes en zo. Oh, echt? Af en toe op zijn muur. Ik word echt... Als hij dat niet weg had, dan kan ik gewoon niet slapen. Het moet weg en anders slaap ik niet. Oh my god, nee! Het leven zit ook gewoon echt niet mee. Nee, vandaag zit alles tegen. Echt. Ik word niet goed. Wat is jullie favoriete meal van de McDonald's? Ja, dat is dus alweer een hele goede vraag. Want ik wist net alweer niet eens wat ik wilde bestellen. Again? Toch wel Big Mac menu. Echt? Ik vind die een beetje te groot of zo. Ja. Maar ik vind het wel echt lekker, maar ik zou het nu niet op kunnen krijgen. Ik denk een visburger menu gewoon. Lekker simpel. Nou, ik heb er nog nooit op. Maar één keer volgens mij. Je kan het proeven als je wil, schat. Dan krijgen we weer haat. Je mag niet met elkaar. Je mag niet met elkaar burger
Nee, anderhalf. Nee, laat me nog daar zijn we over bij. Hoe komen we deze tijd door? Nou, ik heb echt heel veel gegeten. Dus ik ben zo erg aangekomen. Ja. Sowieso 3 kilo of zo. Ik bestel gewoon superveel. Ja, ik ook. Echt heel erg. Normaal. En als je verveelt, nou dan ga je maar even eten maken. Want ik heb ook 1 dag meegedaan in de Ramadan, hè? Ik zag het. Ja. Mm-hmm. En hoe vond je het? Ja, ik vond het wel. Ik had wel. Ja, ik weet niet. Ik had wel zo verwacht of zo. Maar je was wel iets anders, want ik zou het gezien. Je was niet opgestaan. Nee, ik had me verslapen in de nacht. Ik lag altijd echt in coma. En toen dacht ik, toen werd ik om 6 uur wakker, dacht ik, ja, maar sorry, ik kan nu niet niks gaan eten, want dan ga ik echt dood. Maar dat mag dus officieel niet. Ja, ik wist wel, maar ik dacht, nou, misschien mag het wel als je hebt verslapen of zo. Maar zei iedereen, kom met, dat mag dus niet. Nee. Maar ik dacht, ik ga het wel doen, want anders ga ik het niet halen. Maar ja, op zich, ik had vooral heel veel dorst. Ja, echt. Kwam in deze hitte. Heb je, je hebt meer dorst dan ja, op een gegeven moment gaat de dorst boven het honger staan. Je hebt ook wel honger, maar je hebt zo'n droge bek. Nou, had je zeg maar ook dat toen je uiteindelijk ging eten, dat het eten nog lekkerder was dan normaal? Ja. Ja, hè? Ik dacht echt, wow, ik waardeer eten zo erg. Ja, dat had ik ook. Ik dacht echt van, wow, ik wist niet dat ik eten zo erg waardeerde. Ik hou echt van eten, maar toen dacht ik echt, het had me wel echt aan het denken gezet van, het is echt bijzonder dat wij gewoon alles kunnen eten wat we willen. Inderdaad. Echt gewoon, je kan alles kopen, maken. Uit de kraan drinken, van alles. Dan ben je gewoon echt meer dankbaar inderdaad. Had ik ook. Wat eet je op een cheat day? Nou ja, bij mij bestaat een cheat day dus niet echt. Want ik eet altijd wel een beetje wat ik wil. Ik ook. Ik weet niet waarom, maar ik had wel een periode, bijvoorbeeld vorig jaar. Ik kreeg super veel reacties van, ja, je bent dik geworden, bladibla. Nee. Ja, maar dat boeide me helemaal niet. Oh. Maar, maar op een gegeven moment dacht ik echt van, oké, de hele tijd die reacties lezen ook vervelend. Ja. Snap je? Maar toen was ik wel een beetje gaan afvallen. Maar toen was het echt de tijd van ja, hoe moet ik dat zeggen? Gewoon elke dag cheat day. Ik at gewoon wat ik wil, bestelde wat ik wilde. Het boeide me niet. Nou, ik heb sowieso dat ik wel een beetje op mijn dertig kan echt niet eten wat ik wil. Maar ik doe het uiteindelijk toch een soort van wel. Maar in het begin van quarantaine was ik goed bezig. Ik stond elke dag om 8 uur op, ging een uur sporten, gezond eten. Ik ging maandag niet alcohol drinken en zo. Maar dit is helemaal weg. Het is echt helemaal weg. Maar is alcohol niet goed voor je, hoe noem je dat? Of je dik wordt of zo? Nou, mijn alcohol wordt heel dik. Echt? Er is heel veel calorieën in alcohol. Nee! Oh my god, dat wist ik niet! Ik denk, ik kan gewoon drinken zo! Ik ben kapot van vodka. Ja, echt niet goed. Nee. Maar, toen samen met mijn vriendin een maand niet drinken, gezond eten en sporten. Nou, drinken hebben we volgehouden. Eten na een week was het alweer McDonald's en dit en dat. Ja. Maar het is ook gewoon moeilijk om ineens die switch te maken, denk ik. Ja. Je moet eigenlijk gewoon langzaam een paar dingetjes aanpassen in je dagelijkse ding. Maar opeens op een dieet gaan, dat hou je vol en dan is het dan weer klaar. Dan ga je gewoon weer in je oude patroon terug. Ik word gewoon heel gelukkig van eten. Ik ook. Dus al zou ik heb liever dat ik dan gewoon lekker gelukkig ben en kan eten, dan dat ik mezelf alleen maar zit kut tegen te houden dat ik alleen maar crackers moet eten en zo. Iemand zegt, missen jullie het uitgaan ook zo erg? Maar ja, ik mis het echt zo erg. Mm-hmm. Ik ben zo benieuwd wanneer de clubs zo open zouden gaan. Oké, maar dan ik ga denk ik wel echt stapje voor stapje van zo'n bepaald aantal moeten in. Maar dat vind ik saai. Nou, ik had zijn zo'n club met 100 mensen. Ja, ik vind het altijd zo leuk als het gewoon lekker druk is. Ja, inderdaad. Maar ja, de hele zomer is gewoon weg. Geen festival, niks. Jij zou ook op vakantie gaan, toch? Ja, naar Valencia met Isabella en Bo. Oh my god. Airbnb, fucking mooi appartement. En echt een mooi terras met hangmatten en fucking alles. Maar heb je het geld teruggekregen? Ja. Mm. We hebben gewoon geannuleerd. Want we dachten, ja, Spanje is het sowieso echt. Dat gaat echt niet open. Nee. Maar misschien willen we nu naar Griekenland of zo. Want daar zijn ook de grenzen wel open. Ja, dat is wel ook wel leuk, ja. Maar had jij al iets geboekt? Nee, maar ik ben nu wel gewoon aan het kijken voor een nieuwe vakantie. Ja, sorry, ik moet gewoon op vakantie. Ik moet gewoon eventjes weg hier, want ik word echt gek hier gewoon in Nederland. Ik ook. Dat weer ook steeds is gewoon lekker weer en opeens weer slecht weer. En
Je weet echt niet waar je aan toe bent. Ik wist soms ook echt, wat de fuck moet ik aan? Moet ik een trui aan? Moet ik een trui? Moet ik een jurkje? Moet ik een... Helemaal kut. Wat is jullie gekste gewoonte? Zo. Ik zou het echt niet weten. Ja, daar kom ik nu ook even niet om. Oh, misschien is... Nou, maar dat is niet echt een gekke gewoonte. Maar het is meer van... Als ik met mensen praat, kijk ik hun nooit in de ogen aan. Mm. Heb je dat gewerkt? Nee. Ik snap echt wat je bedoelt. Dat is zo awkward als je het echt maar zo in mijn ogen kijkt. Van, ga je me ook met hangen? Kom het toch niet op mij? Ik weet het niet. In de kamer, ik kijk ook de hele tijd zo om me heen, maar niet in de kamer. Nee, ik zit heel de tijd naar buiten te kijken. En ik zit altijd naar mezelf te kijken. Mensen haten mij. Ik moet natuurlijk hier kijken. Ja. Nou, ik wil even kijken, hoe ziet er heel goed uit. Vol maar. Ja, hè? Ik heb nog een hele burger. Oh, maar jij hebt natuurlijk nog school. Ik heb gewoon elke dag online les, hè? Oh my god. Gewoon. Dat is echt kut. Ik skip ze eigenlijk bijna altijd, want het heeft geen zin. Dan zit iemand via die computer te praten en dan zit je op je telefoon. Mm-hmm. En dan denk je, ja, wat is er nou weer gezegd? En dan, ik vind het echt waardeloos. Maar ik haal het, het lukt allemaal wel hoor. Ik haal het allemaal wel. Ik heb heel veel opdrachten. Meneer wat even shine in de video. Hij zit ook echt zo handen bij. Ja. Ik heb ook altijd zo snel eet. Ja, ik ook. En dat is eigenlijk helemaal niet goed, hè? Mm-hmm. Alsof ik gewoon gewoon niet kou of zo. Ik was zo gierig. Vroeger moest mijn moeder me altijd schreeuwen. Ja. Maar je gaat zien als je thuis bent. Mm-hmm. Ja. Wil je proeven? Ik wil wel proeven, ja. Het is wel. Het is gewoon zo plastic. Het is wel lekker. Want het is wel plastic. Ja, het voelt wel plastic. De bovenkant voelt wel echt heel erg plastic. Corona incoming. Come it. Mm-hmm. Mmm. Lekker, hè? Ja. Gewoon voor het visje. Ja, dit is inderdaad een soort visstick, inderdaad. Ja. Nu je dat zegt, inderdaad. Lekker, ja. Moet jij dit mee? Want ik hoef het echt niet meer eigenlijk. Nee. Ik heb echt gevoel en ik word misselijk hiervan als ik naar kijk. Ja. Dat gaat gewoon weg hoor. En die friet hoef ik ook niet. Ja, ik vind deze patat ook niet meer. Nou, dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet mij te abonneren. En natuurlijk ook niet de video van Kelly te kijken. Ja. En want met jou gaan we echt iets heel leuks doen. Ja, we gaan straattaal worden. Ja, ik ga straattaal worden raden. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Dus vergeet zeker niet die video te checken. Ja. En wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Yes. Doei!